Welkom bij een nieuwe 10. En dit zijn 10 schokkende onverwachte feiten over goede doelen. Op nummer 10, vrijwilligerswerk. Rijke toeristen die vrijwilligerswerk gaan doen in het buitenland nemen vaak belangrijk werk van de lokale bevolking in. Minder dan 1/3 van het inkomen van weeshuizen die worden bestuurd door goede doelen wordt besteed aan kinderverzorging. Nummer 9, voedselpakketten. Zowel voedselpakketten als bommen die werden gegooid in 2001 in Irak hadden dezelfde felgele kleur. Er gaat een verhaal dat een kind gewond raakte toen hij de twee door elkaar haalde. Het Pentagon heeft daarna de kleur van voedselpakketten veranderd. Nummer 8, goede doelen die elkaar aanklagen. In 2010 besteed komen $1 miljoen van het gedoneerde geld aan aanklagen van elke organisatie met voor het medicijn in hun naam. De totale juridische kosten dat jaar bedroegen $450.000. Nummer 7. Onethische investeringen. Organisaties investeren miljoenen in aandelen van wapen, tabak en alcoholbedrijven. In 2009 bleek dat anti-armoedeorganisatie Comic Relief meer dan $1000 had geïnvesteerd in wapenbedrijf BIA. Nummer 6. Samenwerking met dictators. Missionarissen van het Moeder Teresa Fonds namen miljoenen aan van de Haïtiaanse dictator Jean-Claude Duvalier. Ze negeerden het verzoek om geld terug te geven aan de slachtoffers van Duvalier. Nummer 5. Ongepaste sponsoring. Het Nationale Obesitas Forum accepteerde een donatie van $82.000 van Coca-Cola. Frisdranken zijn tegenwoordig de grootste bron van suikers bij jongeren. Nummer 4. Gestolen haar. De organisatie Lux of Love is niet in staat om de oorsprong van $6 miljoen te verklaren. In 15 jaar tijd is slechts 3% van het gedoneerde haar veranderd in een pruik voor kankerpatiënten. We gaan door met nummer 3. Dierenmoorden. In 2011 maakte dierenorganisatie PETA 96% van de dieren die bij hun terecht kwam af. In 2009 werden er 2124 dieren afgemaakt en slechts 7 kregen een nieuw huis. Op nummer 2. Corruptie. 50 grote organisaties deelden slechts 4% van hun budget uit aan relevante activiteiten. Kids Wish Network haalde $125 miljoen op, waarvan $110 miljoen verdween naar advocaten en notarissen en $4 miljoen naar de oprichters. Nummer 1. Sponsoring van terroristen. Het in 1992 opgerichte Benevolence International betaalde de wapens aan Al-Qaeda. Dit deden ze ook voor andere terroristen. Directeur Enam Ernaut moest 3 jaar zitten voor fraude. 10 films gebaseerd op waar gebeurde verhalen. Klik op de oplichtende video op het scherm of kijk voor de linkjes in de videobeschrijving. Check mijn kanaal 10 voor nog veel meer top 10 lijstjes en dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe 10. Tot ziens!